Het ministerie van Financiën en Planning heeft via de IDB extra financiering aangevraagd voor enkele projecten. Deze projecten zullen volgens minister Stanley Ragubar Singh een boost zijn voor verschillende sectoren. De bewindsman legt uit om welke bedragen het gaat en om welke sectoren. Een project van de NOW voor $10 miljoen. Doorgaans zijn dit soort projecten hebben twee componenten. Eén is dat er een deel van dat geld gaat richting leningen, waardoor leningen beschikbaar komen voor de private sector. Maar vrijwel altijd zit in dit soort projecten ook de wederopbouw van dat instituut, dus van de NOB. De verbetering van de voorzieningen, zorgen dat de bank de moderne technieken kan toepassen, dat de bank de reach-out kan doen en niet alleen in Paramaribo blijft hangen. Dus dat soort aspecten zitten er altijd bij. De schuldenlast van Suriname zal worden betaald, verzekert Ragubar Singh, die uitlegt wat het verschil is tussen de verschillende schulden van Suriname. In de afgelopen jaren, vanaf 2020, dat die regering zit, is het zo dat je schulden herschikt en sommige schulden blijf je betalen. Dus daar komt geen herschikking in. De schulden die we maken bij de IDB en bij de Wereldbank zijn tegen dusdanige gunstige condities. En de regels zijn zodanig dat daar geen herschikking in komt. Dus die blijven we betalen. Het is dus niet zo dat we bij de herschikking alles hebben geherschikt. Een deel van de schulden zijn we blijven betalen. De leningen die we al hadden bij de IDB, die zijn we blijven betalen. De leningen die we bij de Wereldbank hebben, die blijven we betalen. Dus een stuk commitment, ook een stukje trots aan de Surinaamse bevolking van luister, je loopt niet weg. Waarom is dat zo? De leningen van de IDB en de Wereldbank, die zijn tegen hele, hele lage rentes. En voor hele lange loop. Naast de NOB is er een programma van $30 miljoen dat wordt voorbereid door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ook het PURP-programma wordt uitgebreid, waarbij meer panden zullen worden gerehabiliteerd.